Your lives are a rare ability. Geppetto's puppet, our only hope. Yo, what's up guys? Je kijkt naar een nieuwe Let's Play en vandaag gaan we aan de slag met Lies of P. Lies of P, natuurlijk een Souls-like game. Kleinere studio. Ik heb deze game voor het eerst mogen testen op de Gamescom. En ik was heel laat ermee, maar ik moet zeggen, ik vond het een bijzonder vette ervaring. De game is inmiddels overal verkrijgbaar, ook op de PC. Dat is de versie die we vandaag gaan spelen, de Xbox Game Pass versie. En laten we beginnen met een nieuwe game, kijken of het is. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Is that the great fairy? Voor het geval dat je nog niet was opgevallen, de game ziet er best wel sfeervol uit. Heeft natuurlijk ook veel Leentjebuur gespeeld bij, weet je, From Soft Games en met name Bloodborne natuurlijk. Maar zeker door het verhaal van Pinocchio, waar dit een soort van dark take op is, oogt het toch echt bijzonder interessant. Hier ligt een zwaard. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Balance, dexterity, strength. Laten we gaan voor een strength build. Destination Hotel Court. Recommend escaping from this location. We zijn bij Krat Central Station. De game speelt zich af in Krat. En hier zien we al een van de Demon Puppets. Als ik het zo mag beschrijven. Oh nee! Dat ging helemaal mis. Normal attack, special attack. Ik deed een special attack. Ook goede Harry Potter vibes hoor. Maar dat was twee keer genoeg, man. Station employee, okay. Where can he be? Kijken wat we hier hebben. Passengers note. If anyone finds this note, get out of the station and run. Ja, niet zonder de sleutels houden. There are doors and letters all throughout Krat that are locked by devices. You can unlock these doors or go down the letters to create shortcuts. Ook een klassieke From troop natuurlijk. Okay. Getting my ass kicked. Ik ben bijna dood ook. Weg, 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 weg. Oh my god. Oh my god! Hold for charge attack while you're attacking. White outline appears around the enemy's HP bar. When this happens, you can make the enemy stagger with a charge attack.
Oh, we zijn dood. Lie or die. Oké, dat ging niet helemaal als gepland. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Gas op de lolly. Nou, hier is hij. Let's get him. Oké, we hebben hem. En we hebben zijn key. Die hadden we dus absoluut hard nodig. Ja, dan moeten we hier naar buiten kunnen, toch? Bam! En daar zijn we in de City of Krat. En deze stad ziet er lijp uit. Deze stad ziet er heel lijp uit. En dit bedoelde ik dus ook een beetje met die Bloodborne vibes ook natuurlijk. Mensen schreeuwen al jaren om een Bloodborne remake. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Stargazer. Ik denk dat dit een beetje zoals de Bonfire is. Kijk, use a Stargazer for fully recovering HP and stamina as well as charging your pulse cells. You will be revived at this point in case of death. Remember, this process also revives enemies, not just your character. Dat geeft niet, de enemies zijn achter ons, dus ga lekker chillen. Is called a Stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. Warning. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Kleine barrage, maar we leven nog. Daar loopt iemand met een heel groot iets. Some enemies become red and use a strong attack called a fury attack. You can't dodge or guard fury attacks, but you can counter with a perfect guard. Oké. Het leven is gevaarlijk, dus. Dat was niet best. Best wel aanzienlijke damage. En om een of andere reden, ik denk de hele tijd dat ik wel tijd heb om te blokken. Maar dat duurt toch langer dan dat je zou willen. Leef nog, een soort van. Kijk, je ziet ook meteen dat je zijn wapen damaged. Onze blade is behoorlijk bot. Die moet je kunnen slijpen, geloof ik. Zo. Ja, kijk. Je kan niet slijpen met je arm. En dan blijft hij dus slijpen. Dan doe je meer damage. Is dit het? Circus zie ik. Een powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Powerful parade puppet blocking the entrance. Ik heb hier al wel wat wilde verhalen over gehoord. Dus ik heb al een vermoeden wie dat is.
Ik ben er wel een beetje bang voor. Dit gelijk een nieuwe plek voor een Stargazer. Yep. Ik ga helemaal niet terug dus. Ja, dat is jammer, hè? Deze man probeert mij te neppen. Deze kant op moeten zijn. Ik ben bang voor wel. Rooien kan je dus alleen maar perfect timen. Dit gaat niet heel best. Dit gaat echt heel slecht. Thank you.
Jeetje. Eliminated. De Parade Master. Oi, 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 oi. Zoals je zag, opperste concentratie. Had ik wel helaas wat meer tries voor nodig dan dat ik in eerste instantie gehoopt had. Maar we hebben hem, jongens. Ik heb even een zwaardje uitgewisseld voor wat meer balanced zwaardje in plaats van een strength build. En daardoor lijkt het toch een stuk beter te gaan. In ieder geval wat betreft mijn speelstijl. Oh, dat was de eerste enigszins boss die we zijn tegengekomen, jongens. En dat is ook gelijk wel een pittige, kan ik je vertellen. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet. Ah, we zijn er. Hotel Krat. We'll have to lie to get inside, jongens. Hoe toepasselijk wil je het hebben natuurlijk. Gaan deze allemaal tot leven gewekt worden? Ik hoop het niet. Let's see. Welcome to the Sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? I'm a human. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to Hotel Krat. Ik weet niet wat er gebeurde, of dat met het liegen te maken heeft, maar... Lies of Pinocchio! Bam, dat was dus Lies of P, jongens. Een Souls-like game van een wat kleinere studio. Volgens mij komen ze uit Korea. Ze gaan het lastig hebben. Zeker wat betreft deze release-datum. Ik bedoel, er zit behoorlijk veel aan te komen. Er is al wat uitgekomen natuurlijk. En zeer binnenkort ook al Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. En dan heb ik Starfield nog niet eens uitgespeeld. Dus ik moet gaan kijken of ik tijd heb voor deze game. Hij spreekt me echt ontzettend aan. Vooral natuurlijk... Het idee dat het het klassieke verhaal is van Pinocchio met Geppetto, noem het allemaal maar op. En hoe dat een bepaalde twist gaat krijgen. Ik ben reuze benieuwd. Ik denk niet dat we deze binnenkort gaan streamen. Maar wellicht wat later, nadat we Cyberpunk hebben uitgespeeld. Voor nu, thanks voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Te checken jullie de volgende keer. Later, jongens.